Terwijl de stookploeg toch wel enig hout op vuur gaat gooien, wil ik toch eventjes Zomerspelen TV even benoemen. Want die hebben heel de week al super mooie beelden gemaakt. En dat doen ze dus vanavond ook weer via deze geweldige livestream. Ja, en ik denk dat we een groot applaus moeten geven voor het werk dat zij dus hebben gegeven. En laten we even applaus geven voor Zomerspelen TV. Ja, en ik denk dat alle papa's en mama's thuis ook aan het klappen zijn voor Zomerspelen TV. Want dankzij hun hebben we zo'n prachtige livestream op dit moment thuis op de buis. De materiaalboeren die lopen rustig terug. En ik zie dat het vuur weer langzaam wat groter wordt. Ik voel de warmte hier ook weer een klein beetje, Carlijn. Ik denk dat we nou naar groep 3-4 kunnen kijken. Ben benieuwd wat zij deze week weer hebben beleefd met elkaar. Ja, er is zoveel gebeurd. Wij kwamen maandagochtend aan met mijn mooie schilderij en toen was het ineens gestolen. Wij dachten dat het slim shady was, maar we kwamen erachter dat het slim en shady was. Ze waren met z'n tweeën. En ze hebben niet alleen de schilderij gestolen. Ook de fooiepot. Maar ze hebben niet alleen dingen gestolen. Ze hebben ook ons ontvoerd. Ze hebben Johnny meegenomen. Ze hebben Jackie meegenomen. Ze hebben mij ook meegenomen. Inderdaad. En we hadden zo last van deze twee dat we op onderzoek zijn gegaan van hoe gaan we hier nou vanaf komen? Ja, en gelukkig hebben we de juiste manier gevonden. Ja, in boeken vonden wij dat als we het juiste muziekstuk spelen en de juiste krachtbewegingen erbij doen, dan gaan we gewoon voor goed van slim en shady af zijn. Wie hebben we daarvoor nodig, Daisy? Ja, er is maar één iemand die we daarvoor nodig hebben. En dat is Jan de Pianoman. Jan de Pianoman, kom je ook eens on stage? En dan is het natuurlijk belangrijk. Jan de Pianoman heeft natuurlijk muziek nodig om te kunnen spelen. Ja, precies. Dus, heb je ze gevonden? Daisy, zet jij ze even op de goede volgorde. Want met dit muziekstukje en dan kinderen op de krachtbewegingen, we zullen alvast even oefenen. Klappen op de benen. Lasso, lasso, lasso. Dat moet helemaal goed komen. Dat denk ik ook. Jan de Pianoman. Nou, kan jullie de muziekstukken zien? Jackie en Joe, ik denk dat jullie nog even moeten wisselen. Ja, ja, zo is hij goed, denk ik. Kinderen, zijn we er ook klaar voor? We gaan voorgoed afscheid nemen van Slim en Shady. We gaan ze terug in de piano stoppen. Dus, daar gaan we. Klappen op de benen. Lasso, lasso, lasso. Klappen op de benen. Lasso, 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 lasso. Klappen, 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 klappen. Het moet helemaal goed komen. Oeh, wat zie ik nu allemaal? Rook. Allemaal rook? Rook. Maar het gaat goed, hè, Daisy? Zie jij het? Maar Cleo? Ja? Volgens mij is het gelukt. Ik zie Slim en Shady niet meer. Ja? Is het gelukt? Yes!
Ik ben hier zo blij mee. En ik denk ook Red Valley, Blueberry, Orange Valley. Ik denk dat jullie er ook allemaal heel blij mee zijn dat we eindelijk kwijt zijn Slim en Shady. Nou ja, ik denk dat er nog maar één ding is wat we kunnen doen nu. En wat is dat, Daisy? Nou, misschien, nu het weer rustig is in Yellow Valley, kunnen wij weer feestjes gaan vieren in de saloon. En er is maar één ding wat we doen in de saloon en dat is line dansen. Oh, daar heb ik zo zin in om zo af te sluiten. Kinderen, gaan jullie allemaal lekker staan? Dan gaan we het gewoon doen hoe we het altijd in de saloon gedaan hebben. Ja, en dan kunnen de kinderen meedoen en laten zien hoe goed ze ook geoefend hebben. Nou, dat moet denk ik helemaal goed komen. En lekker schudden met die heupjes. Ik moet nou snel zeggen dat de kinderen van groep 3-4 lekker mogen blijven.